Bij Scarlett weet je altijd wat je kan verwachten. Zo gaan we je deze 30 seconden vertellen dat je bij Scarlett enkel betaalt voor wat je echt gebruikt. TV-zenders waar toch geen kat naar kijkt, die zappen wij weg. Bij Scarlett dus geen overbodige extra's of onnodige kosten en echt heel weinig soundeffectjes. Voilà, nu nog even oproepen om te surfen naar scarlett.be en onze naam herhalen. Scarlett, waarom meer betalen? Bam, 30 seconden rond. Vrekken, het is aan jullie. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te garanderen, kan dit gesprek opgenomen worden. Dag Ewout, alles goed? Alles zeker goed. Het is hier zo feestelijk, Christophe. Niet normaal, hè? Spijt niet dat de luisteraars het niet kunnen zien. Ja, het is een echte kerstaflevering en we hebben straks ook een cadeautje voor die luisteraars. Hè? Ja, maar dat gaan we nog niet verklappen, hè? Nee, dat is voor straks. Dat is voor Bert, straks. Start een intro. Yep. Nee, goed toch? Sorry, trap. Nee, jongen, we hadden bijna verklapt dat we een kerstsingel hebben gemaakt. We staan niet scherp vandaag. Hè. We staan niet, dat is met die drank. Hè. We hadden eigenlijk nog niet aan de aperitief mogen beginnen. Hè. Wat, laat ons eerlijk zijn. Jij had nog niet aan een aperitief mogen beginnen. Starten, echte intro. Vanuit de kelders van Isbad zijn dit de vrolijke vrekken. Met een euro is alles duurder geworden. De banken, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, dat moet niet op factuur zijn. We regelen dat. Oeh, saldo ontoereikend. Ewout, de mensen zijn het beu om te veel te betalen. Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. We hebben het een beetje verklapt al. Christophe, jij hebt het eigenlijk een beetje verklapt. Maar we hebben hier deze voormiddag iets heel bijzonders gedaan. Hè? Iets heel bijzonders, ja. We hebben onze eigen vrolijke vrekken kerstsingle opgenomen. Ja, en al zeg ik het zelf, het is echt een streling voor het oor. Het is een topper geworden. We gaan er straks naar luisteren, maar eerst hebben we nog iets heel belangrijks dat we moeten overlopen. En dat is ons kerstmenu. Oeh. Gaan we eten? Ja, heb jij zo kerstfeesten in het verschiet, waar je jezelf van 's ochtends tot 's avonds volledig volsteekt? Een paar. Hè. Enfin, een stuk of twee. En dan komt natuurlijk ook nog nieuwjaar enzovoort. Enfin, er gaat geboefd worden en gezopen, laat ons eerlijk zijn, dat het geen naam heeft. Ja, dat is kerstmis. Hè. Ja, en wie vrolijke vrekken met kerstmis zegt, die zegt ja, een goedkoop feestmenu. Maar je weet, of je weet misschien niet, ik ben zelf gediplomeerd hulpkok. Ah, is het echt? Ja, inderdaad. Als deze wel hoor. Laat vallen, ja. Maar ik hecht ook belang aan smaak. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een smaakvol, maar spotgoedkoop feestmenu. Zo'n menu dat er super duur uitziet, dat super lekker is, maar dat eigenlijk amper iets kost. Ah, dan ben ik benieuwd. Ik zocht een expert die me daarbij kon helpen. En je kwam direct naar mij? Nee, helemaal niet. maar ik dacht wel in de regio, wie moet er voor een appel en een ei, voor 2,5 euro bijvoorbeeld, een volledige maaltijd kunnen aanbieden? Dus echt op zoek gaan naar de producten die lekker zijn, maar toch goedkoop. En dan ben ik hier gewoon eens in de bedrijfskeuken van Mediahuis gaan kijken. Ah. Onze kok, Jordi, je kent hem misschien? Uiteraard. Goedemiddag, ik ben de grote Jordi, ik ben de chef-gerent van Sodexo Mediahuis in Antwerpen. Ik werk ondertussen al voor Mediahuis al 15 jaar. Ik ben ook overgekomen van Groot Bijgaarde. En ik heb met de mensen hier een bangelijk goed contact. Ongelooflijk. Laat ons eerlijk zijn, dat is de Peter Goossens van de bedrijfsrestaurants. Dat kunnen we wel stellen. Gesteld dat een menu van Peter Goossens ook 3,21 euro zou kosten natuurlijk. Maar ik ben Jordi gewoon even gaan aanspreken in de keuken. Kerstmis, ja. Dat is eigenlijk bij ons thuis is er altijd een menu grandeur. Zoals bij ons thuis is er altijd, ja, dat gaat er altijd over. Mensen moeten, spijtig genoeg, omdat ik dat moet zeggen, op het laatste van de avond eigenlijk maagzout innemen om toch maar van tafel te kunnen rollen. Nu vroegen ze een week geleden aan mij om de medewerking te verlenen aan een kerstmenu met een beperkt budget. Wel, ik ben eigenlijk ervan geschrokken dat wel kan. Ik heb gewoon de ene folder opengedaan van één bepaalde supermarkt, de Coruit met name. En eens gekeken wat de seizoensgebonden groenten waren, wat er ook feestelijk uitzag. Met een beperkt budget natuurlijk. En ook genoeg voor de mensen. Dus eigenlijk ben ik wel geschrokken dat ook wel kan. Ja, en Jordi die heeft samen met mij een menu samengesteld dat echt belachelijk goedkoop is, maar belachelijk lekker ook. Hoe goedkoop? Dat gaan we straks zeggen.
Allee. Straks gaan we de rekensom maken. Maar misschien moeten we het gewoon even overlopen. Want het is een 5-gangen diner, Christophe. Hola. En je gaat echt smullen als je het voor je ziet. We beginnen met de amusicus. Mm. Dus als amuscus hebben we eigenlijk 3 kleine gerechtjes gemaakt. Het eerste klein gerechtje is een worstenbroodje, maar een gepimpt worstenbroodje eigenlijk met witloof erin. Echt waanzinnig. Je kookt eerst dat witloof af en dan met het gehaktlat het garen. Ja, dat blijft dat sappig. Met een overschot van het bladerdeeg hebben we dus stiekjes gemaakt met pesto erop. Met bladerdeeg, stiekjes met pesto. Ja, dat is ook altijd vullend en lekker. En we hebben ook nog zoet aardappel gevonden. Daar een dip van gemaakt met diepstokjes. Dan heb je eigenlijk 3 kleine hapjes die mensen allemaal mogen ook. Hè. Ja, hapjes horen toch ook altijd bij kerstmis. Hè? En het is misschien een beetje te goedkoop om gewoon een zak everyday chips open te trekken. Dat gaan we niet doen. Dus... Nee, zo'n zak everyday bladerdeeghapjes. Hè? Ja, wel, dat vond ik ook een beetje te ranzig. Allee, dat ziet er zo echt te prefab uit. Dus ik dacht, ja, we gaan gewoon onze eigen hapjes maken. En een product dat heel goedkoop is en dat je makkelijk kan gebruiken daarvoor, is bladerdeeg. Oh ja, ik zeg het toch, bladerdeeg. Ja, maar niet die voorgemaakte hapjes uit de diepvriezer, Christophe. Ik ja, wil echt okay, ja, zelf... Gediplomeerde hulpkook, ja, snap het. Snap. Dus je koopt gewoon een paar rollen bladerdeeg en daar kan je heel lekkere hapjes mee maken. We hebben 3 hapjes voorzien, waarvan 2 met bladerdeeg. Het eerste is, ja, bladerdeeg, je doet daar gewoon een beetje gehakt in. Mm-hmm. Een klein beetje gebraiseerd witloof. Dat is witloof dat je zo... Gewat? Ja, witloof dat je zo even aanstooft in een beetje boter. Oh, je moet dat toch altijd zo'n speciale naam geven, hè? Maar het is kerstmis. Daarom snap ik kookboeken nooit. Hè. Allee, stel nu dat ik dat lees. Gebraiseerd. Wat is dat? Er zijn woordenboeken ook, hè, Christophe. Ja, 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 ja. Maar dus, je hebt een rol bladerdeeg. Je legt daar een beetje gehakt op. Een beetje gebraiseerd witloof. Je rolt dat op en dan heb je worstenbroodjes met nog een beetje witloof erin. Heel gemakkelijk. Super simpel te maken. Met datzelfde bladerdeeg kan je, als je gewoon een prefab potje pesto koopt, kan je gewoon dat bladerdeeg even invrijven met pesto, oprollen en dan heb je zo van die heerlijke bladerdeeg pesto hapjes. Mm. En dan nog een derde dat Jordi aanraadde. Super simpel. Zoete aardappel. Al ooit gegeten, want ik weet dat je een vrij strikt dieet hebt van schorseneren in bokaal. Nee? nee, ik ga je even met verstomming slaan, maar ik heb inderdaad al zoete aardappel gegeten. Ja, ja. Wel, als je gewoon zo'n zoete aardappel even in de oven roostert en je mixt die samen met een beetje peper en zout, dan heb je een perfecte dip voor gewoon stokjes in te dippen en als origineel aperitief hapje. Ah, ja, ja. Dus we hebben 3 hapjes. 2 met bladerdeeg, 1 met zoete aardappel. Voor een totaalprijs per persoon van... €1. Dat is geen geld, hè? Ik moet zeggen, klinkt inderdaad chiquer en lekkerder dan zo'n zak diepvrieshapjes. Dat is het ook. Ja, jongens, ik heb voor de hapjes ook iets mee. Oh, een cadeautje. Ja, ja, ik heb niet naar het geld gekeken deze keer. Een echte Dom Pérignon. Dat is een... Waarom staat dat daar? Waarom staat dat daar opgeschreven? Met alcoholstift. Op een wit etiket. Dat zijn de nieuwe etiketten. Trek dat eens af. Nee? Trek dat eens af. Ja, maar... Wacht eens even. De lijst, hè. Oh, hey. Maar jongen, dat is Grand Baron. Dat is Grand Baron van de Colruyt. Hey, dat is wel goed. Blij mee? We gaan dat open doen, hè. Gaan dat open doen. Ik heb hier nog iets mee, Ewout. Ah, nog een cadeautje. Godverdikke. Ja. In gazettenpapier verpakt. Maar, het zijn tv-worstjes waar in alcoholstift zwan op is geschreven. Maar iets doet mij vermoeden dat het eerder everyday is. Maar... Toch bedankt. Graag gedaan. Graag. Het is het gebaar dat telt. En ook, trek dat open, hè. Nee, jong, dat stinkt als een pest. Nee, dat is Bert. Oh. Maar toch bedankt, hè. Ziet dat je dat hebt, hè. Oh, jongens. Toch altijd lekker, hè, Christophe. Zo kava in een tas van het werk. Ja, je moet het allemaal niet bezien, hè. Je vult die ook wel zeer rijkelijk, moet ik zeggen. Stop. Ja, dat is die tas voor mij. Een derde van de fles. Nog een klein klasje voor Bert. Heb jij dorst, Ewout? Een klein lekje graag. Klein nog rijden, hè. Dank je. Alsjeblieft. Allee, man. School, zeg. Op een goed podcastjaar. Fantastisch. Zeg maar, Bert. Ja? Ik heb ook een cadeautje bij me. Kijk eens. En oh. Het is zelfs ingepakt, dat mens. Alleen ik bedoel, met echt inpakpapier. Dat is heel mooi. Heeft uw moeder dat gedaan, Christophe? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, mijn moeder die is zo een beetje mijn persoonlijke assistent geworden. Hè. Die onderhandelt de contracten ook. Ja, dat is dat.
Het zijn ook tv-worstjes. Het zijn ook cocktailworstjes. Van ongelooflijk, everyday. Hè? Oh, dat is echt great minds by a like, eigenlijk. Hè? Ah, ik ben toch fier dat we hem na al die afleveringen toch zover gekregen hebben dat hij... Dat is waar. Dat hij, ik ben er echt blij mee, hè. Hij is er echt blij mee. Trek het gewoon nog niet open, alsjeblieft. Want we moeten naar ons voorgerecht. Aha. Als warm voorgerechtje hebben we een kabeljauwfiletje met witte wijnsaus en stukjes tomaat. Mensen zouden dikwijls denken dat het kabeljauw, oké, dat is een dure vis, oké, maar ik heb nu gekozen voor een stukje kabeljauwfilet uit een diepvries. Als je dat op een normale manier en niet geforceerd laat garen, dan kan je dat met die witte wijnstijl en een stukje tomaat en die room kunnen dat, ja, wel, echt wel lekker maken. Ik heb het eens geprobeerd op een barbecue trouwens, in de zomer. En de mensen schrokken ervan, met dezelfde vis trouwens, dat het eigenlijk geen verse vis was, maar diepvriesvis was. Ja, een goedkoop voorgerecht. We wilden allebei zoiets met vis maken. Maar ja, het probleem is dat vis heel duur is. Maar dat kan je oplossen door gewoon een iets goedkopere vis te nemen. Ik dacht dat je ging zeggen door te gaan vissen in de lokale velp. Ja, maar daar ben ik niet zo bekwaam in. In de plaats van die lokale velp. Wat is een velp eigenlijk? Een velp is een soort van klein waterweggetje. Ofwel is dat iets dialect van bij ons, dat kan ook. Maar een Binsbijks dialect. Nee, Philip. We zijn op kabeljauw uitgekomen, kabeljauw van de diepvries. En als je dat gewoon maakt met een klein beetje witte wijnsaus en zo wat tomaatjes in de oven erbij, dan kom je op een totaal van €2,62 per persoon voor een voorgerechtje. Oeh, dat is ook goedkoop en dat klinkt ook weer lekker. Ik ga een stomme vraag stellen, nee, wat, maar ik ga heel veel stomme vragen stellen. Zeg maar je hebt vis met witte wijnsaus, kunnen dat eigenlijk ook maken met... Kava bijvoorbeeld? Of is dat... Dat gaat perfect, ja. Nee, klopt. Dus je kan dat zelfs met eender welke alcohol maken, maar dan heet het gewoon geen witte wijnsaus. Ja, nee, maar ik voel het maar gewoon. Een champagnesaus zou kunnen, maar ja, dat is dan duurder dan... Ja, ik heb nu zo de goedkoopste witte wijn om mee te koken gerekend en dat is €2,38 voor een fles. Maar het was lekker. Het was, ja, tuurlijk is dat lekker. Die alcohol kookt daaruit, dus dat is allemaal niet zo... Ah, erg. Ja, oké. Ja, Christophe, dat was het voorgerecht. Heerlijk, een visje met witte wijnsaus. Maar we hebben ook een soep voorzien voor het feestmaal. Want we hebben 5 gangen, hè. Dit is gang 3. Wat hebben we gekozen? Een wortel-pastinaaksoep. Dan ga ik een klein geheim vertellen. Voor de soep heb ik gekozen voor de soep die eigenlijk mijn vader en mijn moeder vorige week gemaakt hadden. Dat was een wortel-pastinaaksoep. Ik was ervan onder de indruk. Ik zeg, ja, dat moet ik erop zetten. Dus ik ben nog opzoeken, want de pastinaak is eigenlijk betaalbaar. Nu, vroeger was dat... Een duurdere groente dat ik eigenlijk niet veel vond, maar heden tijd is dat wel eigenlijk heel frequent verkrijgbaar. En ook als je dat heel smeug mixt, als je dat echt maakt, waar ik een smeuige, romige soep van maakt, dan is dat een van de beste soep dat er is. Sorry dat ik het moet zeggen. Ja, wortels, dat ken ik, maar wat is pastinaak? Pastinaak is ook een soort van wortel dat eerder een vergeten groente is, maar tegenwoordig al fancier is. Dus dat is... Tegenwoordig wel feestelijk. Nou, 2 keer wortels, het is eigenlijk gewoon wortelsoep. Ja, maar je noemt dat dan wortelpastinaaksoep en dan is dat direct 1000 keer fancy. Pastinaak smaakt anders dan gewoon een wortel. Dus. Ja, het heeft een licht andere smaak, zo een beetje aardiger. Zo. Voor de luisteraars, dit zijn echt serieuze vragen. Dit is echt waar. Nee, maar ja, wortelen zijn spotgoedkoop, die kosten 79 cent per kilo. Pastinaak zit je op €1,89, dat is ook niet overdreven. Nee. En ja, een soep, je gooit die gewoon in de pot, samen met wat ajuin, je laat dat doorkoken, je mixt dat kapot, je giet er wat room bij en wat kruiden, en die is klaar. Dat is super simpel gemaakt. Ja, als ik het zo hoor, dat zou ik nog kunnen. Dat zou je, denk ik, zelfs jij kunnen. En weet je hoeveel dat kost per persoon, zo'n soepje? Ik ben al vergeten hoeveel dat kostte eigenlijk. Ik wou het nog even uitrekenen. Nee, kom, ik weet het niet. Zeg 58 het. Eurocent per persoon. Zo'n portie heerlijke wortelpastinaak roomsoep. Dat is geen geld, hè? Dat is geen geld. Nee, we zitten nog niet zo duur. Maar nu even tijd voor iets anders, Christophe. Het ligt uit... Nee, ik bedoelde... Ik had het over Wreckstream. Exact. In deze speciale feestuitzending wil ik het even hebben over een voorval. Voorval? Ja, dat kan ook, maar een besnijdenis. Dan moeten we Rika Ponnet uitnodigen, denk ik.
Dus er is mij een voorval ter oren gekomen, Christophe, of beter via WhatsApp, tot bij mij gekomen. En iets in mij zegt dat jij een vrekkig receptje kan delen voor een Moskou Mule. Wel, ik dacht, Ewout ontfermt zich over het eten. Ik zal mij traditiegetrouw ontfermen over de drank. En ik drink graag een Moskou Mule. Ik vind dat ook lekker. In zo'n blikken beker, hè? Is dat? Ja. Dus dat is voor de mensen die dat niet kennen, dat is vodka, limoensap, gingerbeer. Gingerbeer, ja. En best van al doe je daar ook een beetje munt bij. Oké. Okay. Ik bespaar natuurlijk ook graag op drank. Ik koop uiteraard geen verse limoenen voor Moskou Mules te maken, maar ik koop ze van die geconcentreerde flesjes. Ik spuit dat daarin. Ja, dat is spot goedkoop, hè? Voilà. Citroen of limoensap, ja. Klaar is Kees. Nu, ik koop wel altijd munt. En munt is eigenlijk best wel duur. Ja, dat is waar. Verse munt, heel duur. Ja, ik vind dat eigenlijk altijd een beetje overdreven duur voor, in zo, ja, voor iets dat je eigenlijk toch vrij snel naar binnen kapt. Dat is waar. Zeker omdat die taxjes, die liggen daarin, en die eet je eigenlijk maar zelf niet. Toch, het geeft een goede smaak. Dus zeker. Ik dacht gisteren bij mezelf, als we nu een keer die verse munt vervangen door het tiktakje. Ja, maar dat is toch ook munt? Hey. Maar een volledige dus, tiktak, dan heb je dan zo geen Mentos-effect? Wel, nu komt het. Nu komt het. Dus ik plet gisteren zo een tiktak. Met een vijzel? Dat heb ik niet in zo'n nozelaar. Maar gewoon met het handvat van een steekmes. Okay. Dat ik dan, en ik schuif dat poeder zo. Pak weg. Met een halve tiktak. Schuif eens opzij. Een halve tiktak kap ik bij met een Moskou Mule. Ik begin daarvan te drinken. Ik moet zeggen, Ewout, dat was lekker. Dat was lekker. Voor de mensen die het nu thuis aan het proberen zijn, wacht op de pointe van dit verhaal. Wacht nog even. Ik begin daarvan te drinken. Ik zeg, amai, dat is godverdikke de beste Moskou Mule dat ik ooit al gedronken heb. Stevig en afdronk zo. Echt een heel pittige nasmaak, maar ik vond dat echt super lekker. Nu, ene keer dat die een Moskou Mule zo voor 3/4 op was, had ik al zo een klein beetje het voorgevoel dat dat mij later toch wel een keer zuur zou opbreken. En inderdaad, een uur later, ik heb het u geappt, lag ik echt in foetushouding. Te kermen op de zetel. Ja, dus qua Vrek Stream kan dat tellen, maar ik zou zeggen, doe het niet. Nee, oké. Okay. Dus hou het toch maar bij munt. Maar koop geen verse limoenen daarvoor. Nee. Wel goed geprobeerd van u. Heb je zelf een Vrekstream tip die we zeker eens moeten behandelen in onze volgende uitzendingen? Stuur die dan door naar podcast@vrolijkevrekken.be of via Instagram @vrolijkevrekken. Christophe, we zijn aanbeland bij het hoofdgerecht. En dat is altijd wel... Dat is meestal mijn stukje vlees. En je weet het allicht ook, vlees is duur, hè? Dus dat is zo de hoofdmoot van je kost. Ik was met Jordi een beetje aan het pingpongen en hij sprak over parelhoenfilet, maar dat ben ik dan gaan opzoeken en dat kost parelhoenfilet. Ik bedoel, ik ken het, maar dat klinkt duur. Klinkt duur en feestelijk. En dat komt dan neer op €25 voor een kilo en je hebt 2 kilo nodig voor een feest van pakweg 10 man. Ongeveer 200 gram per persoon. Ja, dat is gewoon te duur. Dus ik ben op zoek gegaan naar een alternatief en ik heb het gevonden. Een kalkoen gebraad. Dat kost maar een goede €11 per kilo. Ah ja, oké. Okay, nee, maar dat is net zo feestelijk. Hoeveel kost een kip eigenlijk? Een kip? Ja, €6-7, denk ik. Een goede kip. Maar ja, een kalkoen gebraad is zo zonder benen. Dat is gewoon... Anders moet je zitten klooien met dat kiek aan de tafel. En ik ken dat dan. En dat vet spretst overal. En ineens ligt er een kippenbil onder tafel. En hond loopt er dan mee weg. Vreselijke toestanden. Ik vind dat ook vrij in de kerstsfeer. Hè? Een kerstkalkoen. Mm-hmm. En als hoofdgerecht heb ik voor u een kalkoen gebraad. Met aardappelgratijn, een groentekrans, een champignonsaus en een appeltje met veenbessen. Nu, weer al kalkoen. Ja. Dat hoort bij kerst. Voor mij hoort dat bij kerst. Mijn ouders ook weer. Sorry dat ik erover druk. Mijn ouders die mogen geen kerstoverslag of ik moet kalkoentafel, want dan ben ik boos. En ik heb ook gekozen voor gratijaardappeltjes, omdat ik geen frietpot moet aansteken. En gratijaardappeltjes, wat is er nu lekkerder als een smeuïg gratijaardappeltje met wat loken, kaas erop. Water geworden met mijn mond.
De groentekrans is natuurlijk de seizoengroente, vooral de spruitjes komen eraan. De wortel is ook al met de worteltjes. Is een veelzijdige groente waar je mee kunt doen eigenlijk wat je wilt. Je kunt die heel lekker maken. Champignonsaus, ja, ook om het kalkoengebrood weer sappiger te doen met de champignonnetjes. En natuurlijk, een keer zo betaald, is een appeltje met veenbissen. Ja, ik kan bijna niet wachten. Dat gaan we maken met daarbij een champignon-roomsausje. Mm. Als groentjes doen we daar wortels en spruitjes in de oven bij. En dan serveren we daar nog een gestoofd appeltje bij, met een beetje veenbessenkompot. Mm. En een aardappelgratijnke. Nu, dat zijn allemaal dingen. Ja, aardappelen, groenten, champignons, dat kost allemaal niks. Hè. Appelen, dat is seizoensgroenten. Seizoensfruit, wat vragen. Is dat kost allemaal niks, dus dat kan je daar heel gemakkelijk bij geven. Dat ga je gerecht niet de hoogte injagen. En dan kom je op een totaal... Met dus aardappelgratin, groentjes, saus, kalkoengebraad van €4,21 per persoon. Amai. Dat is goedkoper dan de Lunch Garden. Dat is waar. En beter ook, hè. Ja, als je het zelf dat maakt. Is nu. Ja. En dan hebben we ons nagerecht nog niet gehad. Maar eerst even tussenkomen, want er is nog een cadeautje, denk ik, hè. Ah ja, natuurlijk. Kijk, het grootste cadeau heb ik natuurlijk voor u gehouden. Hè, heb je een cadeau, jong? En ik heb zelf niks mee. Ja, Bert, ik heb een tweede cadeau voor jou. Er was niks gezegd geweest. Ja, maar ja, kijk. Echt waar, jongen. Je werkt daarmee samen. Je denkt dat je een band opbouwt. Kijk ik uit naar deze dag, omdat ik heb niets mee. Ik heb de aflevering voorbereid, jongens. Ik had ook niks mee, maar ik heb toch iets ingepakt. Ja, ik heb gisteren een uur liggen creperen op mijn zetel. Ik bedoel, ik heb ook mijn duitje in het zakje gedaan. Amai. Ik kwam bijna niet op het woord. Wat is deze, jongens? Echte freeway cola. Echte freeway cola. Echte freeway cola, zero. En hij komt uit mijn privékelder. Echt? Hoe lang ligt dat? Hij ligt daar al 12 jaar te rijpen, hè. Die is nu op snee, hè. Ja. Dus ik zou zeggen, laat het smaken, hè. Amai. Dat is wel, amai. Met zo'n etiket, improving and reducing packaging responsibly. Ook dat nog. Wauw. Ja, maar ja. Een collector's item. Dank je wel. Ik heb ook nog iets voor jullie, wacht. Maar. Ja. Zijn jij nu eigenlijk niet zo'n beetje beschaamd, Ewout? Ja, nee, dat is voor u. Ja, het leven is... Zal ik de royalties van onze kerstsingel opstrijden? Wat is dat hier, jong? Wat staat erop? Oei, maar echte koekjes van Jules, dus... Maar... Oh, Bert, koekjes. Je wilt mij weer in de maling nemen. Hè? Met Gilles de Stoper op een wit etiket opgeschreven met alcoholstift. En als je er aftrekt, staat er op Boni Botergalette. Boni Botergalette, ook wel supergoed. Veel beter dan Gilles de Stoper. Palassen, man. Dat is vriendschap. Dat is vriendschap, dat is 89 cent of zo. Is dat vriendschap? Het is het gebaar, Ewout. Allee. Oh, man. Koekjes ja, met jouw baron, dat is het toch? Hè? Ja, wel. Ik ga die in doppen in kava, dan is dat nog beter. Moet jij nog een tic-tacs kunnen hebben? Oh, nee, dank je. Is het nodig misschien? Ja, het nagerecht, onze vijfde en finale gang. Ik ga je zeggen hoe het heet. Oei, en jij moet zeggen klinkt. Of je het herkent. Oké. Okay. Poire Belle Hélène. What the fuck is dat? Als dessert heb ik gekozen voor een poire belle hélène, een klassieker in de Franse keuken. Je moet dat voorstellen, je moet dat zien op een bordje. Een rechtstaand peertje, gekookt peertje in suikerwater, een bolletje vanilleijs, een chocoladesausje erbij. Ja, dat is een afsluiter, geloof me. Veel beter kunnen ze niet hebben. Super lekker, super simpel. En ook hier, ja, conference peren, die zijn in seizoen nu, dat kost u €2 de kilo ongeveer. Suiker kost niks. Zwarte chocola kost u ook amper iets. Een beetje room. En vanilleijs, ja, dat is ook niet echt duur. Ik ga weer een stoeme vraag stellen. Maar ja. Je zegt van, je gaat die peren koken. Is dat dan in zijn geheel? In zijn geheel. Met de schil? Zonder de schil. Ja, je kan dat met de schil, maar ik vind dat zonder iets smakelijker. En dan snij je die, als die gekookt zijn, kan je die in twee snijden. En dan heb je zo per persoon 2 halve peertjes met een bolletje ijs, een beetje chocoladesaus. Super lekker. En ja... Ik durf het bijna niet te zeggen, maar super goedkoop, want we zitten hier onder een euro, Christophe de Man. Och. 99 cent. Hey, en dat klinkt wel... Allee, poire belle hélène, als je kunt zeggen. He? Hey, het is wel poire belle hélène. Ja, dat is dat. Ah, wat hebben jullie gegeten de afgelopen kerst? Mm,
Poire Belle Hélène. Oh, dat moet duur zijn. Nee, nee, 99 centen, man. Christophe, dan is het nu tijd voor de moment suprême. Hola. Ja. Het ligt Ik bedoel de rekening, hè, van dit alles. Dit fenomenale... Het is echt waar. Ik ben content dat hij cadeaus mee heeft, want ik ga hem de nek omwringen. Hè. Straks is het dus tijd voor die grandioze verrassing onder de vorm van onze kerstsingel. Maar eerst, de moment suprême die ik bedoelde, was de rekening van dit 5-gangen kerstdiner. Super deluxe. Je hebt het zelf gehoord, Christophe. Ja, het is ja, echt super lekker. Heb je een idee? Gokje? Je hebt alles nauwgezet bijgehouden. Ik had het kunnen uitrekenen terwijl je het aan het vertellen was, maar ik was natuurlijk bezig om mijn tweede tas Grand Baron te vullen. Precies wat kruimeltjes van boter galetten in van onder. Ja, maar, maar gelukkig heb ik zelf de rekening voor jou gemaakt. Bert, kunnen wij een tromgeroffeltje krijgen? Mag ik toch nog even gokken, voordat je het zegt? Ja, zeker. Ik heb niet gevolgd, maar... Ik heb het berekend op 10 personen, een diner voor 10 personen. Totale prijs, zeg maar. Wow, 10 personen. Wow, ik denk dan toch altijd dat je op 12 euro per persoon gaat uitkomen. 120 euro dus. Tromgroffel. De totale prijs van dit 5-gangen kerstdiner. Super deluxe, super lekker. 3 amusekes, een voorgerecht, een soepje, een hoofdgerecht en een nagerecht. 94 euro voor 10 personen, Christophe. Minder dan 100 euro. Hé, hey, maar dat is wel... Dat is dus 9,40 euro per persoon voor een 5-gangen diner, hè? Wel, zonder zeven, ik ben verbaasd. Echt waar. Ik wist niet dat dat zo goedkoop kon. Want wat ik dacht, toen dat je met het idee kwam voor deze aflevering, ik dacht van, ja, je kunt toch eigenlijk niet veel goedkoper zijn dan zo een gourmetschotel gaan halen of zo, hè? Toch wel, denk ik. Ja, toch wel, hè. Ik denk ja, dat dat al meer is dan 9,40 euro de man. En... Het heeft toch wat meer, hè? Ja, en je hebt het zelf gemaakt ook. Dus zo, ja, het zijn echt geen moeilijke recepten. Je kan ze heel makkelijk zelf maken. Google ze gewoon. Echt aardappelgratin, witte wijnsaus. Het zijn heel basic recepten. En toch ben je voor 9,40 euro extra feestelijk. Je vrienden gaan niet doorhebben dat je een vrekkig diner bereidt. Tenzij dat ze natuurlijk naar deze podcast luisteren. Ja, en het integrale diner. Ik was zo aan het denken, zouden zo in tijden van crisis niet zo een soort van... entree kunnen vragen aan de mensen. Ja, maar nee, maar zo in plaats van zo cadeaus waar je toch niks mee zet. Zo van, allez, ik organiseer het, maar om zo in de kosten te delen, zo kunnen zo niet. En dan zo... De uitzending is aan het ontsporen. Ik denk dat we moeten doorgaan naar onze volgende rubriek. En dat is die van één vrouw die we moeten horen vandaag. Wat gaat ons Karen daarvan zeggen? We hebben onze aflevering net zoals elke week voorgelegd aan jouw kritische buurvrouw Karen, Christophe. Ja. En dit was haar reactie. Ah, kerstmis. Voor één keer heb ik geen puntje van kritiek. Ik wens jullie en al jullie luisteraars een vrolijk en vrekkig kerstfeest. Maar, dat is vreemd. Dat is vreemd. Volgens mij heeft hij iets nodig, dat kan niet. Ik denk het ook. Ah, trouwens. Die Jordi van het bedrijfsrestaurant, die weet wel van aanpakken precies. Is die nog vrijgezel? Want ik ben home alone. Op kerstavond. Einde citaat. Ah, hey, ik wist het. Wel, weet je wat? Ik denk dat ik ze ga uitnodigen. Omdat ze zo lief is geweest voor ons. Dat is tof. Voor één keer. En we hebben ook nog een ander cadeau voor Karen en voor alle luisteraars, of ze nu home alone zijn of niet met kerstmis. Want wij zijn al enkele weken in het grootste geheim aan het werken aan iets, Christophe. Ja, wees maar zeker. Iets maar wat... ik ga de spanning toch nog... Nee. Kijk, Ewout, kijk. Ondanks het feit dat je geen cadeautjes hebt meegebracht voor Bert en mij... Je ziet, die tactiek werkt, nog... Zelfs niks meenemen. Ja. Het is... Ik ga zelfs meer zeggen, Ewout, het is omdat ik je graag heb. Als collega. Het is ingepakt en al. Als vriend. Als en daar minnaar. Blijft het. Sorry Emma, dat je het op deze manier moet vernemen. Dat is een volle kilo havermout. Voor een fijnproever als ik. Ewout, dat kost denk ik 69 cent als ik me niet vergis. En wat je er allemaal mee kunt doen... Ik doe dat bij mijn yoghurt. Ik doe dat met appelmoes. In het hok van een konijn. Nee. Je weet niet dat je geleefd hebt tot dat je havermout met bolognese saus hebt gegeten. Dat is keilekker. En voedzaam. Ja, je kunt daar een muurtje mee metsen. Hè? Maar we zijn de mensen die in spanning aan het houden. Hè? Want we hebben dus wekenlang gewerkt in het grootste geheim aan een kerstsingel.
kerstsingel, noem het maar gewoon kersthit. Ja, het is dat. Het is op de valreep nog de hit van het jaar. De hit van het jaar. En van, als, kijk, we gaan die uitbrengen. En als dat niet zo lang blijft scoren totdat we Radio 2 Zomerhit 2023 winnen, vind ik dat we gefaald zijn in onze missie. Ja, ik ga blij zijn als er 10 man luistert. Maar misschien, Bert, om de single officieel te starten, zou ik graag de hulp inroepen van onze knoppenman / producer Bert Heijvaart. Die staat daar aan onze grote playknop. Bert, het moment is all yours. Ja. Klaar, jongens? Helemaal klaar. Nee! De single! Nu is het! De Santens had hier moeten zijn, hè. Die was hier. Ah ja, voor we vergeten te vermelden, Pieter Santens, onze vaste monteur, die ook gewoon keihard heeft gewerkt om van deze single hopelijk een succes te maken. Ja, ja. We gaan dat wel delen op Instagram enzovoort. Ja, ook de exclusieve beelden van achter de schermen. Instagram, @vrolijkevrekken. Maar Bert, nu is het echt aan jou. Duw op play. Ready? Let the beast go. 3, 2, 1. Het licht uit de kerstverlichting aan. Iedereen heeft zijn kersttrui aangedaan. We vreten ons arm, ons hartje wordt warm. En kijk eens kinder, de airfryer braadt en de thermostaat kan al wat minder. Feestdagen kosten energie. Daarom heeft elke vrek gourmetfobie. Dat ding vreet maar stroom en daar komt je oom extra ketchup vragen. Ik haat mijn leven, nog een kilowattuur of 7. Crisis, crisis, er dwarrelt zwarte sneeuw. Crisis, crisis, inflatie van de eeuw. Al zijn het dure dagen, ons hoor je niet klagen. Besparen is altijd een feest. Tijd voor de pakjes rond de boom. Met weinig budget, maar zonder schroom. Ik kocht weer de Hans, maar met wat chance krijg ik in ruil iets beters. Heeft oma dan niks geleerd? Mijn cent is niet geïndexeerd. Crisis, crisis, er dwarrelt zwarte sneeuw. Crisis, crisis, inflatie van de eeuw. Al zijn het dure dagen, ons hoor je niet klagen. Besparen is altijd een feest. Dat is een kleine kalkoen. Dat is eigenlijk een kip, maar dat weet niemand. Zeg, hoeveel is een voorschotfactuur? En jij, zit jij al van straat? Van straat? Als het zo verder gaat, sta ik op straat, ja. In de wedstrijd zullen ze het wel niet voelen, hoor. Amai, Christophe, dat is goede champagne. Nee, met 50% korting gekocht, hè. En de schoonste cadeau van het jaar is helemaal gratis, hè. Ah ja, jullie podcast. Vrolijke vrekken. Crisis, crisis, er dwarrelt zwarte sneeuw. Crisis, crisis, inflatie van de eeuw. Al zijn het dure dagen, ons hoor je niet klagen. Besparen is altijd een feest. Zalig nummer, Christophe. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Emotioneel geworden? Emotioneerd. Geef mij nog een beetje van die Grand Baron, want Mariah Carey is er niks tegen. Nee, echt waar. Als je dit nu een grandioze hit vindt, stream het gewoon miljoenen keer op Spotify. Wie weet, belanden we ermee in de ultratop. En dan zijn we keihard binnen. Hè. Allee. Ja, dan zijn we in ons opzet geslaagd. Ik moet zeggen, Ewout, Bert, all I want for Christmas is you. Echt waar.
Dit waren de vrolijke vrekken. Jij bent met een mate. De tv-worstjes gaan open. Dit waren de vrolijke vrekken. Dus Christophe Bogaerts, ikzelf, Ewout Huismans, onze producer Knoppenman Bert Heijvaart en onze monteur Pieter Santens. Wij wensen jullie namens heel ons team een fantastische kerst en een heel vrekkig nieuw jaar. Ja, ik zie jullie allemaal heel graag. Tot volgend jaar. Yo. Vrolijke Vrekken is een podcast van het Nieuwsblad met de steun van Lidl. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heijvaerts en de montage gebeurde door House of Media. Vrolijke Vrekken zijn professionele onnozelaars. Gesprekken in deze podcast vormen geen juridisch of financieel advies. Wij leven en vrek zijn tot in 2023. Koop Nieuwsblad.